How's it going, guys? Welcome back to the channel. We are going to be doing a ride-along with Dutch Cops. That is right. Got a priority request from Guido, and he wants me to check out this video, or she, I guess. Excuse me if I'm wrong on that. Whoever it is, the viewer, the requester of the video, if you will, wants me to check out this video right here. And the original channel is Polidia Vlogger. So basically, police vlogger, Jan Willem. Says, Pliti, assistente, assistente, colleague, reanimati, vespartai, ruzi, viol, prio, one, meldingen. Did not pronounce that right. I guarantee you that. Sorry, guys. We're going to translate that to English and see what it says. Police, assistant call, assistance colleague, resuscitation, fight, quarrel, many priority one requests. So we're going to do this ride along with the Dutch cops. And I have English subtitles turned on, auto translate. So hopefully, let's see, auto translate English. Yes. So it's originally got like Dutch subtitles, but I got this app extension thing that translates subtitles. So hopefully it's accurate. Links to the original video down in that description section down below. Smash that like button on your way down if you want to make a priority request or support the channel. Links for that's down there as well. And we're going to jump into this and see what this is all about. It's quite a long one today. In this video. Nou, zoals jullie kunnen zien is JW de camera's aan het voorbereiden. JW. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. En je kan het zien, we zitten inmiddels in het voertuig. Tony had net even beelden gemaakt dat de camera's aan het ophangen was. Ja, we hebben net de briefing gehad. We zijn vandaag beschikbaar in de noodhulp, dus geen overlastdienst. Maar echt incidentafhandeling, dus de 112 meldingen gaan we rijden. En we hebben de eerste melding al binnen, hè, JW? Ja, het is een winkel die is afgepleegd, dus die gaan we ophalen. Ja, 112 bij, reports de Jumbo, already. Dus daar zijn we nu naar onderweg. Je wel los. Hey. ID-kaart? Nee? Something else with your name on? Wat heeft hij weggenomen? Ramiro Major. Where do you stay? Where do you sleep? Astrassen. And we will get a fine because you don't have passport. Guarantee you the Dutch police are a lot friendlier than the American United States police. You don't have to fear for your life when confronted by a Dutch police. Whereas here in America, you never know. Some of them are trigger happy. There was one guy that, I don't know if you heard about it or not, but he put a suspect in the car, in the police car, right? And as he was walking around the side of it, an acorn, yes, an acorn dropped on the roof of the patrol car. And the dude did like a double, triple barrel roll out of some action movie and opened fire on the police car. And he hit his knee in this triple barrel roll stunt that he performed. And he's like, I'm hit. He thought he got shot. And then he's firing more. It was a damn acorn. He thought it was the suppression sound, like the sound of a suppressed gun going off. Yeah. Net de plaats geweest, zoals jullie hebben kunnen zien, bij een winkeldiefstal bij de Jumbo. Er was een meneer die had daar twee flessen wijn weggenomen. Ja, die had verder geen antecedenten bij ons, was verder niet bij ons in het systeem bekend. Dus we hebben een reprimande gegeven, heet het met een luxe woord. En dat had er eigenlijk in dat die een waarschuwing heeft gehad en dat is eenmalig. Hallo. So he stole some wine, hè? En nu is JW even een groepje jeugd aan het aanspreken. Ja, maar waarom doe je dat? Waarom doe je dat? Ja, ik zat gewoon mijn middelvingers in die andere gozer op te steken, toch?
Wat is er aan de hand dan? Als ik even naar hem met de vinger en hij vindt dit normaal, dan is het goed. Maar kan hij dat zelf ook uitleggen? Spreek je Nederlands of niet? Nee, een beetje. Een klein beetje. Een beetje. Heeft hij slechte maatschappij bij u? En wie is die andere jongen? Hallo? Ja. Ja, wij gaan de kant op. Een vriend. Een vriend, oké. Okay. Ja. Why warden door het. So, I don't know what warden is. So, something through the OC Wager open for een spoedmelding. We krijgen nu een melding, spoedmelding. Op hete daad wordt weggenomen. Ja, links. Spoedmelding, ja, ja. Nou, we krijgen dus een melding dat iemand een fiets wegneemt. Dat zou allemaal gezien worden door de melder. Die hangt nog aan de lijn met de meldkamer. Wij zijn in ieder geval nu met enige voorrang onderweg naar de locatie om te kijken of we die meneer met fiets nog treffen. Ja, is gevangen. Ja, met Tony, politie. Jij hebt zicht op die ene gozer met die fiets? Ja, mee voor het over. Rechtdoor en dan met de bocht zo meteen mee naar rechts. Nou, we rijden nu praktisch bij het Lepelenburg. Heeft u nog een laatste locatie over? Ja, ja, we hebben bijna zicht. Deur gaat zo over. Nee, dit is hem denk ik. Zwarte tas. U hoeft niet te antwoorden hoor, maar van wie is de fiets? Even afstand houden alsjeblieft. Even weg. Ja, juist, de persoon en melder staan, dus er is geen gesprek over. Hallo. U bent de eigenaar van die fiets, hè? En weet u waar die ook zit, als we je noemen? So, this guy stole a bike, perhaps? I don't know. I don't think I can trust these subtitles too well. But, they're looking for a stolen bike, I believe, right? I wish I had a Dutch bike, guys. They're hard to find in the United States and they're not cheap. Nee, dit is een ander vreemd nummer. Ja, nou, ik weet niet welke nummers u erop heeft staan, want dan kunnen we dat natuurlijk nu gewoon even vergelijken. Want dat vreemd nummer komt dan ook niet overheen, helaas. Helaas. Nou, wel goed dat u in ieder geval contact hebt opgenomen. Hè. Voor hetzelfde geld is het wel zo. Yeah. Oh, hij zei net niks. Hij zei net dat hij hem geruild had met tegen een andere fiets. Kan het gaan. We stonden eigenlijk, of althans, ik was aan het inspreken met betrekking tot die winkeldiefstal die we hebben afgehandeld. En toen kregen we eigenlijk direct spoedmelding van een hete daad fietsendiefstal. Nou goed, we hebben die persoon gecontroleerd, staande kunnen houden met fiets. Alleen, het bleek een andere fiets te zijn, hè JW? Ja, het bleek exact dezelfde fiets die gestolen was. Alleen hier is toch een ander framenummer in. Dus wel scherp dat ze het gezien heeft. Maar wegvaarden we toch niet aan fietsjes. Nee. Okay, so she thought it was a stolen bike because it looks the same, but the frame numbers don't match, I believe is what's going on there. What do they got the circle over? Oh, another bike that looks the same. Okay. Got the GoPro. Mevrouw, u mag even stoppen. Hallo. Even stoppen. Wouldn't go down like that in America. They would start screaming. Cop would pull his gun out. It would get all sorts of serious. Het gaat er gewoon vandoor, joh. Like, mevrouw. She just waves and keeps going. What's the problem? I was stopping. Do you have something with your name on? Identity card, passport, please. No. I'm sorry, I was looking at the directions. My colleague just yelled out of the window that you need to put your phone away. Yeah, that's what I put it away. No, you had it in your hand right here. Yeah, and then that's almost 2 minutes later. Okay, but you get a fine. Why? Yeah, because it's not allowed. Yeah, totally nicer. Totally nicer than American cops. It would go down differently here. MD-4303 ook. Ja, onderweg ook. De sirens sound way different too. We waren bezig met
met een bekeuringsgesprek. We krijgen nu een melding van een reanimatie in het gebied van de politie Resuscitation, Utrecht. Dus wij zijn onderweg naar de locatie. Oké, what's a resuscitation? That's somebody. Denk, als je zo de KDA helemaal afpakt, draai je er even rechtdoor, Minix. I wish I knew how to speak Dutch. I didn't have to read the subtitles. I know some words. Ik spreek een beetje Nederlands. Very small amount. I kind of like the sirens over there better. They're not so annoying like the ones here. The ones here are just like, it just pierced through your soul. Hearing all this Dutch reminds me that I haven't seen the newest episode of Who's the Mole. I've been tired and stuff. It's been hard. We don't watch stuff until late at night, but yeah, Who's the Mole? The newest episode. I'm going to watch it tonight, actually. So are they in Utrecht now? He said Utrecht Noord. Ze moeten linksaf. Linksaf. Scam, huh? Okay, I'm just going to have to get out my translate, guys. Because I don't know what... So something about with... Met is with. I know that much. Let's see. Where's my Google Translate at? Camera. I need to get my real green screen out because this virtual green screen sucks. All right. With several units and the ambulance on site, the resuscitation was unsuccessful and the victim died. That ain't good. Je kon het op beeld zien. We zijn inmiddels met vervolg. We kregen een melding van een reanimatie. Demnet 4303. Ondertussen komt er een andere melding. Bij de hogeschool. Daar is verwelwording in de collegezaal. Ja, onderweg daar vanaf de Marnixlaan over. En we komen straks even terug op die andere melding. We hebben nu weer een volgende spoedmelding, een onwelwording. Another emergency report. So much different than watching the police in America, because the ones here just responding to like gunfights, crackheads, violent stuff. Dus bij de weg tot de wetenschap, stadion, zeg maar, stadion. Goed, die slinger, het is het hogeschoolgebouw rechts inderdaad. Kijk wat handig is voor het met aanrijden. De ambulance zal er wel zo zijn. So they're going to a science museum? Stadium? That's right. Interesting to see everybody pull out of the way. You're supposed to do that here too.
But people don't pull to the left, they pull to the right. So then the other lanes, I don't know. It's different. This is the place that's got the world's largest bicycle garage, parking garage. Hier moeten ze zijn rechts staan. So what are they doing here? Let me translate this. Fortunately the person has regained consciousness. Okay. Ja, ook hier is alles weer in kan en kruiken. De 10 gaat het redden en wij gaan in eentje druk over. What do they call that duct tape for? What? Zo, alle meldingen die gaan door elkaar heen. Als eerst even die melding waar we oorspronkelijk vandaan kwamen, zullen we maar eventjes zeggen. Dat was een melding van een reanimatie. Dus dan stuurt de politie altijd twee ambulances aan en twee politieauto's minimaal. Dus iedereen gaat rijden. In dit geval was er een politieauto en een ambulance net iets voor ons ter plaatse. En personeel van de ambulance verklaarde vooral al voor overleden. Dus wij zijn nog wel even een stukje doorgereden en we hebben nog wat ondersteuning gegeven bij opvang van de familie samen met de collega's die ter plaatse waren. Maar op een gegeven moment hebben we daar weer afgeschaald. Eigenlijk toen we net wegreden, toen we dit wilden inspreken, ik had er een andere spoedmelding. Dat was een onwelwording van een meneer die buiten Westzijnde was geraakt hier op de Hogeschool van Utrecht. Ja. Bedrijfshulpverleners van de school waren wel aanwezig. Ambulance gebeld, nou, dat de politie ook mee rijden, dus met spoed die kant op. De andere auto kwam vanuit het centrum, dus voor beide was het wel een stukje rijden. De amber die kwam eigenlijk net aan rijden toen wij weggingen. Er was een meneer die heeft een epileptische aanval gehad. Is even buiten kennis geweest. Kan zich nog steeds niet heel veel dingen goed herinneren. Dus ik denk dat hij voor controle toch even meegaat met de ambulance straks. Maar ook daar zijn we inmiddels weer afgeschaald. Ja, dat was het inderdaad. Ik moet wel zeggen, het gebeurt steeds als wij in staan houden, krijgen we een melding. We waren weer met een bekeuringsgesprek bezig en toen werden we weggeroepen door de meldkamer. En spoedmeldingen gaan natuurlijk voor. Dus daar acteren we altijd op. En misschien nog wel even goed om te benoemen, JW, dat zagen we hier ook bij de hogeschool. Want daar was zeg maar de laatste onwelwording. Dat we daar super goed werden opgevangen door het personeel. Hè. Dus het BHV-team of een deel van het BHV-team stond al buiten. En die hebben ons naar de locatie gebracht. Dat vinden wij super fijn. Want ja, er zijn natuurlijk heel veel kamers en collegezalen in zo'n universiteit. Dus daarom konden we snel acteren en waren we snel bij de patiënt. So was that two different people, I wonder? Because I thought it said the other person died. They got too late. They weren't able to resuscitate him. But then they're saying that this one's okay. So that was two different people. Why is everybody not being able to breathe so good over there? I don't know. But this one, I guess, had a seizure and then regained consciousness or something. It's kind of hard to follow with the subtitles not being accurate. Let me turn these subtitles off and see what this translates to here. Moped inspection. The driver is not wearing a helmet. Okay. Or get that helmet on. Je hoeft niet aan te worden, maar is de reden dat je geen helm laat. Hoeft dus aan te turn on. Je begint wel een hoop bekeuring te sparen op deze manier. Ja, maar waarom doe je dat dan? Ja, wilde gokken, maar wij treffen hier net een moment van 2 uur. Om de helft kwamen uit die richting die we hebben staan.
So you don't have to have a helmet riding a bike, but you do have to have a helmet riding a moped. I would assume, right? Je hoeft niet te antwoorden, maar wil je een verklaring afleggen waarom je geen helm draagt? That didn't translate. Why are you not wearing a hand? It's supposed to be a helmet. Alright, more translation time, guys. Bear with me here. Okay, so melding is report. Domestic violence. Hausluck Gewalt. Do they not have red on their lights too? Is it just blue? Here we got red and blue. Zien hebben we iemand staande gehouden met een snorfiets en die droeg geen helm. Die hebben we voorzien van een bekeuring. We hebben nu de volgende spoedmelding in wederom het gebied van Utrecht Noord. Dus het gebied van Overvecht, van huiselijk geweld. Er zou iemand schreeuwen in de woning en om hulp roepen. Dus wij zijn onderweg naar de locatie. Right. Let's get him. Net tijdens de sproeterrit jullie al een beetje bijgesproken. Bij de werd ondersteuning gevraagd, collega's Utrecht Noord. Overvecht. Die stonden bij een huiselijk geweldsituatie. Zou een vrouw schreeuwen in de woning, zou een heftige ruzie aan de gang zijn. Dus jullie hebben net kunnen zien dat we daar hebben ondersteund. We hebben het verhaal aangehoord van de man in kwestie die daar aanwezig was. Nou, het bleek een woordenwisseling te zijn, geen fysiek geweld. Er was ook al niemand met letsel, er waren ook geen spullen in de woning kapot. Dus wat we dan doen is alles goed vastleggen. Okay. En mochten we dan meer meldingen krijgen, dan gaan we op een gegeven moment daar wel op acteren. Maar voor nu was het de eerste melding, dus dan laten we het verder daarbij. Okay. Yeah, somebody would have went to jail here in the United States for that. So there was no violence, there was just an altercation, they were screaming. It says report. A witness sees what happened. Drugs are taken from a car. Okay, is it where now the bus aankomt rijden die kant? Okay. Let me see. I think the subtitles were messing with that a little bit. Drugs are dealt in a car side. Okay, so somebody's dealing drugs. Ja, denk die BMW die daar staat, zie je? Daar. Waar gaat nu rijden? Oké, momentje, ik hou je aan de lijn. Oké, weet ik even voldoende, dankjewel. 43, 56 en 43, 56. Een groep jongeren willen aanspreken. Zou gebeuren aan de zijde. We zijn met fietsen. Wat gebeurt er? Hey, heeft er iets van waterverdovende middelen bij u? Nee, in ieder geval niet de antwoordplicht. Wat hier staan? Deze vorderen van jou. Let me turn these off to get that out of the way. So we have something out the... Let's see. Oh, it's trying to translate this menu thing right there. So we picked the driver up from the store and started checking. Is that right?
Okay, I think. Ook de uitleg van de verdovende middelen die je eventueel bij hebt. Dus dingen qua drugs. We hebben gehad van mogelijk dealen. Dus dat gaan we dus even uitzoeken. Jullie mogen. Hier, ja? Jullie mogen mij alles. Alright, so that guy's got narcotics. Let me see what this is saying. There are said to have been four people in the vehicle, but we only found one. The other three took off running, huh? Je mag even je ID-kaart of je paspoort pakken. Ja, maar ik heb niet bij me. Waarom heb je ook niet bij je? Ja. Nee, helemaal niet. Ik ben geen dealer of zo, meneer. Rozaik, ik heb twee biertjes. Maar dat kan ik niet ruiken, hè? Dat moeten we onderzoeken. Dus ik heb hier een officiële voordeling gedaan, daar werkt u niet aan mee. Ja, zeg ja. Alright, so in the coat, in the van, let me see here, in the man's bag, oh yeah, Toss's bag, right? I find a knife, a bag of weed, and a large amount of cash. Oh yeah, wheat, netted wheat, grow is large, geld is cash, content, okay. Oh, he's not cooperating? Heb je een mes, geld en drugs in zitten? Fuck drugs, ik ben geen dealer. Ja, maar wij vragen net of hij drugs heeft. Hij zegt... Lots of drugs in there, huh? Let's see here. We have additional information about the vehicles received from the RTIC. Nee. Straks controleren omdat hij geen legitimatiebewijs heeft en dat hij mogelijk verdovende middelen bij u heeft. Dus mag je even blijven staan? Bent u verplicht aan mee te werken? Verzoek u. Voor wat word ik aangehouden? Als u niet meewerkt. Oké, okay, ik ga anders meewerken. Maar ik zou na, ik kom eventjes even drinken en wordt jullie verleden. Informatie binnen. So in the something, more like, Okay, so Vorheg is vehicle. So the vehicle may contain a hiding place for goods / drugs and money. So Gordorin, hiding place, Verstaplik. So vehicle may contain. So in the vehicle. Okay. Trying to translate this, guys. Sorry. Dus dat moeten we even onderzoeken. Kun je even op hem letten, Tony? Yeah, you gotta investigate it. You gotta check it out. Where's that hiding spot at? Let's get it. Hey, vraag je, we staan bij die auto. Waar zou dat nou precies moeten zitten, zeg je? Ja. You know, me and Amy like to watch that show called To Catch a Smuggler. And you wouldn't believe the crazy hiding places that some of these drug smugglers put in their vehicles. Like, they'll hollow out parts of the frame. Like, there's some of them where, like, the tires will be stuffed with drugs. They'll, like, weld boxes up under the vehicle. Like, it's just insane. All right, let's see here. Sorry, guys. I keep pausing it. So we don't have something. Let's see. We found nothing special in the vehicle. Okay. Thanks. Thank you all first. Hey, luister, we gaan even te zaken komen. Je gaat in ieder geval wel twee bekeuringen van mij krijgen. En dat is omdat je geen identiteitsbewijs bij je hebt. Het tweede, je hebt een mes bij je. Ja, in een situatie dat je geen mes bij je hoort te hebben. 200. Als ik hier ga winkelen, 500, een hapje ga eten, 700, je zegt ik ga een hapje eten, 700, heb ik geen mes bij me, dat 800, is wel raar. 800, dat is een tweede ding. Dus ook. Here in America, if you got caught with a bunch of drugs and cash, they're taking you to jail. For sure. Things are drastically different. Daarvoor krijg je een procesverbaal. Wow. Ja, ik heb hem al in beslag genomen. Maar ook daarvoor krijg je een procesverbaal. En hoef je ook niet te antwoorden, maar kun je daar een verklaring over afleggen? Alright, more translations, guys. The man receives a report for possessing a knife and not showing ID. Ja, ik ben bang van mensen. Soms word ik aangevallen door junkies of zo. He's afraid of people. Sometimes he's attacked. We hebben heel even tijd gehad om een kleine Sunny Sterren stop te doen, hè? Kon eigenlijk nog net, want we kregen... Sorry guys, this is probably getting annoying to you.
but the American viewers that don't speak Dutch would appreciate it. It says, onto a report of shoplifting. De volgende melding alweer toen we eigenlijk naar het bureau wilden. En dat is wederom een winkeldiefstal. Beide? Bij de Mediamarkt. Daarvoor hadden we dus die melding van een... er kwam een anonieme tip binnen dat er een voertuig zou staan waar mogelijk een verborgen ruimte in zou zitten. En in die ruimte zou drugs zitten. En nou, meneer in ieder geval gecontroleerd en voertuig gecontroleerd. Nu hebben we niks aangetroffen in het voertuig. Dus dat... But did they hide it really well? Like they could have like ripped up the back seat and like welded a box under there. Like I've seen that stuff on To Catch a Smuggler. So they might have just hit it really, really well where the officers just couldn't find it. Op een manier gunstig. Al hadden we wel het idee, er klopt gewoon iets niet. En ook wel te zien aan de antecedenten en de dingen die meneer op zijn naam heeft staan. Okay. Had wel nog heel veel contant geld bij zich. Is niet strafbaar, maar is natuurlijk wel een beetje apart. Had ook nog een mes bij zich die hij niet bij mag hebben, dus die is in beslag genomen. En hij kon ze ook weer niet identificeren. Dus daarvoor is uiteindelijk ook procesverbaal gemaakt. En zoals Tony al zei, gaan we nu de winkeldief ophalen. Go get the shoplifter. Don't steal, guys. It's not cool. Media Mark. Ik heb drie twee CD's en een DVD van Vlinder Maastricht in mijn tas gestopt. En waarom doet u zoiets? Let Maastricht. Ja, dat heeft mij echt geen plezier, want ik heb al vaker met winkeldiefstal te maken. Ja. Flat Maastricht, is that that cop show where the officer got transferred from like Amsterdam or Rotterdam or something to Maastricht? I haven't watched it, but I do have the app NLZ. I got a VPN on my Fire Stick, and I was watching like the Dutch Sesame Street the other day, actually. Sesame Street, pretty interesting. I'm trying to learn how to speak Dutch though. And then there was that other one, Het Klokhuis. Or something like that. Pretty interesting show. Maar wat ik wel niet helemaal slap, hè? Je bent dan al een soort van gewaarschuwd. Dus een gewaarschuwd mens stelt eigenlijk voor twee. En dat doet u toch nog een keer. Dat kan ik wel niet helemaal begrijpen. Is dat dan omdat u zeg maar geen geld heeft? Of is dat omdat het een soort verslaving is? Ik weet het. Het is absoluut geen verslaving. Nee. Ik heb missen als the administration something, let's see, handling the administration, so handling, off handling, okay. Through something, let's see, onto a report of a fight. Okay, I thought door was like through, NAR is like near something, right? Melding van een vechtpartij. De kruismaak van iemand heeft een schop gehad. Helemaal zo meteen linksaf, het bruggetje maar over, denk ik. Hier links ga ik al? Ja, zo door. Of verder, rij maar verder, dan kunnen we even zicht pakken. De verdagen zijn gaan rennen. What do we got here? The suspect started running. Oh boy. Get a little action going on. Love the architecture. So verdagen is suspects. So zij gaan rennen. So they went running. Is dat hem? Die melder. No. Die geeft aan dat het groepje wegloopt langs het water. Dus zeg maar achter de Agnietenstraat. Komen ze uiteindelijk bij de Twijnstraat uit ook. Twijnstraat. Ik stap hier zo uit. Als jij rechtsaf omrijdt links bij Louis Hart lopen, weet je wel, als jij ook aan de gracht uitkomt, dan kijk ik hier wel even. Thank you.
Daryl Watson. Ja, dat slachtoffer dat zit nog in het park Zonnedal. Ik ga even kijken wat de schade is. Hoor. Ja, meegeluisterd. Ja, hier nog niks aangetroffen. Nou, het is ons niet helemaal gegund vandaag. We waren net aan het bureau om te eten. We hadden net die winkeldiefstal afgerond. Er kwam er gelijk weer een andere spoedmelding. Een vechtpartij tussen een aantal personen. Zo één persoon op de grond blijven liggen is tegen het hoofd aangetrapt. Nou, met meerdere eenheden ter plaatse. De verdachten die het gedaan zouden hebben zijn dan weggelopen. Daar hebben we nog naar uitgezocht. De collega's zijn nu even bij het slachtoffer. Daar valt het gelukkig wel mee. Het is een groep dak- en thuislozen die onder invloed zijn, die hebben ook vechten met elkaar. Die willen verder nu ook niks aangeven, in ieder geval het slachtoffer. Dus wij gaan weer met vervolg. Oké, okay. So they didn't find him, huh? So, Meldon, so suspect, something another here. Why is this freezing up on me? Oh, here we go. Fight involving several people. Okay. Yes. Maar the people have separated, colleagues are talking to the other party. Zijn er nog andere personen bij betrokken? Eén persoon staande samen met de begeleiding Jansdam Keistraat. En die andere personen zijn bij de opvang naar binnen te gaan. Misschien kan even een AF-pols overnemen. Ja. Ik neem wat kracht elke dag en dan zit ik hier. En dan heb je even een legitimatiebewijs bij je? Ja. Mag ik het even zien? Ja, tuurlijk. Maar goed, dan moet even wat dingen uitzoeken. Er schijnt hier gevochten te zijn. Dus dat vind ik best wel een zorgelijke zaak. Dat is goed. Zeker. Lang geleden. Weet niet. Ja, ik ken het niet. Is er nog een biologisch oogstuk? Jij geeft dus aan dat er in ieder geval niet gevochten is. Nee, man. Ik heb nergens van. Weet nergens van. Mijn vriendin is lastig gevallen. Ja. Ik heb mezelf verdedigd, maar gevochten weet ik niet. Want als ik gevochten had met hun, dan was het niet zo afgelopen. Ja. Hoe heb je jezelf verdedigd? Ik werd aangevallen. Ik heb een stomp eigenlijk. Oh, dus jij hebt wel geslagen en gevochten? Ja, maar nadat ik geslagen werd, hè. Okay. Ik heb niet geslagen voordat ik geslagen werd. Nee. Maar ik vroeg je net of er gevochten was. Ze zei dat het niet het geval was. Ja, maar weet je hoe dat komt? Laten we even eerlijk zijn. Continu word ik weer voor iets geroepen, het probleem maar niks aan de hand is. Oh, you need a... Did they change their voices? Because it almost sounds like the chipmunks. Val gewoon gedragen. Ja, maar nu zit ik met en niet gaan lopen vechten. Dan ga je met elkaar in gesprek. En als er sprake is van een strafbaar feit, dan doe je aangifte, maar dan ga je niet voor eigen recht spelen. Ik heb wel wat gedaan, maar ga je luisteren of niet? Ik heb de... The man is banned for 24 hours and ordered to leave the area. Een timeout. Nou, dat geef je zelf naar. Je hebt gevochten binnen. Ja, man. Ik heb niet gevochten. Je mag nu gaan lopen, anders heb je een probleem. Ja? Luister, je gaat nu lopen en anders heb je een heel groot probleem, ja? Ik ben er nou klaar mee. Ja, neem mij mee dan. Ik ben er nu klaar mee.
Ja, moesten we het eten laten staan voor wederom een spoedmelding. Dit keer een vechtpartij in het centrum van Utrecht. Uiteindelijk ter plaatse komen, nou, je hebt kunnen zien op de beelden. Er was één aanstichter redelijk in de olie en wat vervelend ook richting ons. Die hebben we weggemaand. Die heeft time-out gekregen voor het pand waar hij verblijft. Mag er 24 uur niet komen. En ja, wij zijn er weer met volg en poging 2 om te gaan eten. Toch? Oh ja, 3 ja. Poging 3 om te gaan eten. So they've been trying to eat the whole time. He's like, boy, he had to leave the food. So report a fight, right? Vechtpartij. Got it. These are so good. Waar het de voice gaat. Ja, correct. En eigenlijk op de plaats, hoor. Via de raam. Hij kwam heel dichtbij via de raam. Heeft hij mij zo uitgehaald. Ik dacht in eerste instantie met vuist, maar het bleek dat de sleutel op tussen zat. Ja, zo. Ja, ik zie je bordje. Ik heb die jongen stom gereden. Oké, okay. Zou ik maar zeggen. Die, ergens hebben ze niet over. Die zijn elkaar wel aan het uitschelden, maar dat vind ik niks. Dan komt hij met de witte hoed aanlopen en die stompt hem gewoon voor de smoel. Zij in dat aankomt fietsen dat ze haar bijna van haar sokken reden. Dat ze daar wat van zei. En toen. You almost knocked her socks off. Begonnen ze haar een beetje te bedreigen. Kanko dit, kanko dat. En wacht maar, bla bla. En dat hoorde hij. En hij stond erbij. En toen is hij eigenlijk naar die onderzoek gelopen van, nou, doe het normaal. Toen gingen ze te dreigen tegenover hem staan. Voelde zich bedreigd en heeft zijn tik gegeven. Hij verklaart gewoon dat hij heeft geslagen. Dus. Ik wil nu kamer toeschrijven. Wacht even, wat u beelden van de camera zeggen? Ja, kamer tussen. Kijk, weet je, bij beelden is heel vaak geen context. Hè, omdat er ook wordt geschreeuwd en wat geroepen. En dan ziet er wat een ruzie onder. Ziet inderdaad wat er gebeurt. Kijk, wat het belangrijkste is, even is, wil je aangifte. Ja. Oké, duidelijk. Wat is juist die melding van de vechtpartij, op alle partijen gesproken, ook op een aantal getuigen gesproken. En er is één persoon die wat licht letsel heeft aan het gezicht, een beetje bloed hier. En een wondje en heeft een klap in zijn gezicht gehad met waarschijnlijk een sleutelbos in de handen van de verdachte in dit geval. We zien de drukte en hebben overleg met de OVDP om te kijken wat nu handig is. Anders hebben we namelijk een aangever, verdachte en een stuk of 7 getuigen die we allemaal naar het bureau moesten meenemen. En het is echt stervensdruk buiten. Dus is er een afweging gemaakt, ook gekeken naar het letsel wat er is en de antecedenten eventueel van de verdachte. Nou, in dat geval vonden we het allemaal zo minimaal om te zeggen, oké, we gaan nu niks doen. We gaan de aangifte later opnemen. We hebben alle gegevens van de verdachte getuigen en die worden later gebeld om alles netjes op papier te zetten. En wij gaan ondertussen weer door naar een volgende melding, namelijk wanneer die een einde wil maken aan zijn leven. Wow, that's crazy. So no one went to jail. See, in America, you would go to jail straight away. Nou, kijk met u mee. Politie, maak kenbaar. Knop in het haar, zwarte pet. Gaat u anders even lekker rustig zitten? Misschien is dat een goed begin. Ja. Maar komt dat door de medicatie of zeg maar door de ziekte, denkt u? Combinatie van. Want? Ja, ik wil u met alle liefde natuurlijk helpen en ook geloven. Alleen er is hier helemaal niemand. Mijn collega heeft boven gekeken en beneden. Maar wij zien helemaal niemand. Nee, want meneer is niet onder behandeling bij iets van een zorginstelling, maar heeft Parkinson. Dus een onderhandeling in het ziekenhuis. Misschien eventjes naar bed gaat. Even een. Probeert even goed te slapen een paar uurtjes. Dat u zich misschien daarna weer beter voelt. Wat is juist deze melding gehad? Het verhaal in het begin klopte niet helemaal. Het was geen meneer die een einde wilde maken aan zijn leven. Dat was gelukkig. Maar het was wel een meneer die eigenlijk zo'n hele trieste situatie zeer verward is. Meneer dacht dat er mensen in zijn huis waren. Nou, meneer heeft meegelopen, dus verder niemand in zijn huis. Hij zei dat er iemand op een kratje zat. Nou, we konden in ieder geval niemand zien. Meneer heeft al wat hulp vanuit de zorg, zeg maar. Dus we gaan het nu allemaal weer vastleggen en ook weer een melding maken richting de zorginstanties. Dat deze meneer toch snel hulp nodig heeft. Omdat hij het, vrees ik, niet meer alleen gaat redden thuis. En ik denk dat Tony zei, ik hem eerder ook al een paar keer, of eerder ook al een keer gehad bij een soort melding. Nou ja, je ziet dan iemand steeds verder afglijden. Ja, lastig. Ook lastig voor onze politie, omdat we daar eigenlijk niet zoveel mee kunnen doen. Behalve signaleren, vastleggen en even het gesprek aangaan. We waren eventjes op het bureau om wat administratie in die zaken te doen. We moeten inmiddels weer weg. Er is weer een ruzie geweest.
another argument. So it's mainly just arguing and stuff. It seems like that person had issues. They're going to report him to the health officials, I would assume. Fight / quarrel on the street. Okay. Even kijken wat er staat. De personen lopen nu weg. Ik weet nog niet. Er is ruzie mogelijk gevochten. Dus we gaan weer onderweg om daar eens het verhaal aan te horen. En te kijken of het er allemaal uitkomt. Well, you know what, guys? I think I'm going to end the video here. I don't. It's already getting too long. Really long. I don't like to do super long videos. So I think we're just going to leave it here. It's basically, I mean, I get the gist of it. The cops there are a lot nicer, and you don't go to jail for mediocre things like you do here in America. If you want to make a priority request, links down below if you want to support the channel and all that good stuff. And shout out to Guido for that request. And I think the subtitles were a bit off, so I apologize if there wasn't a lot of like interaction between me and the video. It was more of like a watch party and everything. But I checked it out. We did a ride along with the Dutch cops, and I can immediately tell a difference between the cops in the Netherlands and the cops here in the United States. The way things go down is a lot calmer, a lot more peaceful over there. There's not a lot of violence to even respond to in the first place. So anyways, you guys have a super fun, awesome day, and I will catch you in the next one. Take care. Bye.